Deze zullen we in deze video graag spelen Battlegrounds. Play, je hebt de superstars. Ik weet maar nog of het live zo hard is, sorry hoor. Het is allemaal van die van de bekende, zeg maar, heb je hier tussen staan. Behalve die clown, die weet ik niet meer dus. En van de rest trouwens ook, die kennen handelijk alleen de Rock. En de namen staan eronder trouwens. Can you dig it, sucker? Dan gaat dit nog. Deze heb ik ook al gezien. Daar is hij. Ah, ze hebben ook een eigen intro muziek ook nog. Maar hij begint nou weer opnieuw. Denk ik, dat weten ze zeker. Maar die kunnen ze lokken met mensen. Eigenlijk kun je hier op zoek op man, vrouw en zo. Who wants to... It's a new day. This is... En we hebben nog niet afgelopen. Dit hebben we zo. Oh. Beetje jammer dat we alles meteen al hadden. Look, dit begint weer opnieuw. Oké. Als het goed is. Ja, nu begint het opnieuw. Oké, dat was dus super. En heb je een karakter creator? Heb je ook nog. Ik zou niet veel kunnen, want moet je voor mij allemaal waar spelen, denk ik. Ik weet nu wel het beste eigenlijk. Wow, out machine. Of allround, dat kun je altijd nooit. Je kunt zelfs kiezen hoe gespeed die is. Is het je. Je neemt een beetje de Rock live en nu een beetje minder. Dat is hier het verschil van hem. Nee, zo. Ik heb zelfs de hoogste kiezen. Hey, nou, 80 weet ik veel. Deze kun je ook nog. Ik kan ook nog allemaal. Ja, ik vind dat zo wel goed. Nou, back. De van de gast kun je kiezen. Maar het is zoveel kleur hebben ze eigenlijk, sowieso. En doe gewoon nu. Oh, je hebt een body, ja, maar zie je nou. De man heeft in deze, want dan kun je de haar wel beter zien. Dit is als een haar, dus dat je kunt doen. Eets. Met hem wel zeker. Ja, dan krijg je wel meer rimpels. Ik heb al zo lekker skin gekozen, maar het is nog niet goed.
En zwart wel vestig. Shirts hebben ze ook nog. Een band voor aan de arm. Dit is ook touw, doen we ook. Die hebben we ook nog. Neem maar gewoon een ook aan, joh. En dan zo, want dan zie je het te zitten. Handschoenen hebben we ook nog. Ja, pakken we die met de blauwe band. Deze had ik al gehad, volgens mij. Oh, nu hebben we ook nog zelfs een overlap. Oh, dit ziet er wel ziek uit, hè. Nee, ik had niet verwacht van zo'n game, zeg maar, dat het zo'n erg kon, ja, hoe zeg ik dat, kracht creëren. Ik kwam even niet op het woord. Hey, dit is gewoon de Terminator of zo. We deden wel testen. Natuurlijk hebben we ook nog baarden. Ja, ik laat het even zo vlug zien, want dan zit de video nogal lang. Ik heb het ook nog zelfs masker natuurlijk. Eén van de mummie. Ik weet niet wat deed met voorstellen als een clown. De goat, jongen. Gewoon de goat. Doe die, de goat. Dat is mijn gastje. Mijn gastje is gewoon de goat. Je ziet zijn ogen meneer, maar dat maakt mij helemaal niet uit. Ik vond de goat gewoon vet. Oh, zet gewoon deze op. Kun je flexen. Hier met z'n handen kom. Dit is Fortnite kapsel. Ik doe meteen denken aan de rug van Fortnite. Ja, we doen deze gewoon van Fortnite. Kom op jongens. Oh, we kunnen ook nog kleuren natuurlijk. Ja, ik denk wel. Ik zie niet eens dat hij haar heeft. Dat is ook zak doen eigenlijk. We doen blauw. Hey, ninja jongen. En hij maakt zwart, waarom maakt hij nou zwart? Omdat ik hier kijk, oké. Zelfs dit. Van Rambo, volgens mij. Misschien hier gebaseerd echt op Rambo, maar ik denk toch gewoon. Ik moet erin veranderen, ik zie er niks van. Dat is een tatoeage, ja daar heb ik veel aan als mijn skin zwart is. Ja, dat slaan vind ik niet zo. Ik weet niet wat dit is. Hij zoomt zo ver uit dat ik gewoon niet zie wat het is. Ja, nee, het moet blauw of iets zijn voor mij, maar ik zie het niet. Ik kan beter gewoon niet doen. Ja, de Maas heeft het ook nog. Ja, het is een beetje lang als die allemaal laat zien, maar in ieder geval heeft hij dus animaties. Deze ook. Deze als hij heeft verloren. Daar hoef je niet per se iets van te lachen. Ah, zijn special moves. Oké. Okay. Ah, die andere special moves hebben we ook met drie. Ja, ik kan alleen maar die box. Dat is voor mij waar die uitkomt. En het name hebben we hier nog. The Fly, The Bull, The Warrior. En het name. Nee, die U. Ik zit het laatste streepje te zoeken. Oh ja. Ja, hij is automatisch. Oké, beter. De Invincible, de Monster, de Untouchable, de Merciless, Destin, de Chosen One, de Chosen One, wauw, de Destroyer, de Nijmegen, de Great, ja dat doen we de Great, de Ugly One, hoezo zou je eigenlijk zo noemen, het kan dus, Midnight, de Wolf, de Scorpion, de Falcon, de Worm, de Raven, en Raven vind ik wel een mooie skin in Fortnite, eigenlijk moet ik die gewoon doen, want daar heb ik ook een beeld van. Even kijken, de Tank, de Beast, de Colossus, de Wasp. Ja, de Wasp vind ik niet echt zo, maar het kan. Fast, Slim. Slim, weet ik niet, de Illusion. Night Terror, de Zombie, Lab Rat,
Immortal. Ik ga even iets plukken doorheen hoor, voordat ik ze allemaal voor kon worden. De Brandon dan, de Empire, de Hero, de Kingman. Wauw, die dame. Ja, sorry, ik ben er al 10 minuten mee bezig, maar ik vind het zo, ja. Ik zou het niet verwachten, zeg maar, want het lijkt bij mij een beetje op een indie game dat ze zoveel toevoegen. Maar daar gaan we daarvoor. En mij lijkt echt gewoon op een indie game en het werd ook aangekondigd voor u. Ja, ik wil eruit. Ja. 7 exit. Ja. Met helemaal blauw. Om eerlijk te zijn, ik vind het eigenlijk niet uit hoe die nou ziet, maar dat maakt niet uit. Oh, de stadbus zelfs. Wauw. Ja, dan kunnen we niet meer terug. Hij staat er. Ja, ik heb hem natuurlijk wel veranderen. Battleground Crate hebben we ook nog. Ja, waarom heb ik hier nou geen muziekje bij, als ik moet laden? Ja, ik ga er iets vlugger doorheen, want anders zit de video een beetje nogal lang. Ja, sorry hoor, maar ik wist niet dat de karakterkreet zo uitgebreid was. Dat was niet op voorbereid. Je kunt hier dus deze dingen kiezen. De ondergrond. De palen. Oh, nou, de kamerlijn, doe maar goed. Dat maakt niet uit. Dan hebben we nog dit, de top, de bottom. Ik weet niet wat het daarmee bedoelt, maar we gaan even door. Ah, de rookkleuren. En dat kun je ook nog kiezen. Oké, dat is de zijkant. En dit is de ondergrond. Oké. Nou, daar is waar die mensen achter zitten. Kijk eens hoe ze eruit zien. Ongeveer. Ja, dat gaat er mis. Want ik zie al, als je goed naar midden kijkt, twee kasten die eigenlijk precies hetzelfde eruit zien. Dat is beter echt zelfs kunnen inzetten. Oh, 3 zelfs. 4. Ja, 4 jongens die het precies hetzelfde uitzien. Ja, ik zou het wel, want dat pakt natuurlijk dezelfde. Maar dan nog, ik had dat niet zo gedaan eigenlijk als ik hem was, maar goed. Waar is dit voor? Uit voor de vuur en zo. Oké, dit is de muziek. En dit zijn de wapens ofzo, dus je kunt een pak tijdens het level zelfs een grafsteen. Dat is wel raar, de rest kan er niet. Deze bijvoorbeeld. 7 exit, ik heb er niks aan gedaan, maar goed. Modify name. Finish. Ja, ik weet het, ik heb er niks aan gedaan, maar ik kan het altijd nog editen, mocht ik willen. Maar waarom heb ik hier nog geen muziek bij? Dat vind ik nou jammer. Oké. We hebben nog zelf de store. Ja, we moeten even kijken of ze nog aan het opnemen was, want er ging opeens naar de PlayStation Store. Oh, deze store. Nee, ik dacht voor... Wat zie je allemaal poppetjes? Dus ik dacht van die skins, dacht ik. En we gaan even kijken wat hij dan. Ja, die dat ik hier zou gaan halen, maar. Hapak. We hebben Champion, we hebben Tournament, we hebben Kingdom of the Battlegrounds, we hebben. Explanation, mijn Engels is niet goed. Man staat er in ieder geval. Explanation Woman hebben we. We hebben Battleground Challenges. Challenge bedoel ik. Campaign hebben we. Tournament. Ja, ik weet niet wat. Ik weet niet wat gewoon normaal is eigenlijk. Deze? Campaign? Ah, ik heb toch nog een verhaal in zitten, joh. Nee, hij wil het uitgebreid voor mij, die. Gods. Komt er aan het aan. Oh, hier. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel zin in deze story. Ik had ook enig verwacht aan de story hadden we dan. Deed dan? Stay.
Ja, Valenciennes heb je ook nog een paar. Dus daar heb ik wel één ding van de story, als dan als we dat nog redden, maar in deze tijd. Nee, ik wist niet dat er een hele story aan verbonden was. Wat doet dat niet? Oh, ik moet nog eens. Oké, ja, dat wist ik niet. Sorry. Mijn fout, ik wist dat niet. Oh, je tips, ja. Nou, daar hebben ze dus allemaal animaties voor gemaakt. Het geluid klopt alleen niet helemaal. Maar het maakt niet uit, ze hebben best gedaan in ieder geval. We staan in bar daar. Even wachten, de hierbar. Ik moet daarbij heel erg naar mijn voeten kijken. There's the trash talking they're known for. Maar wil ik dan wachten of zo? Want dat is ook om je eigenlijk te beschermen. Ah, dus zo, oké. Okay. Maar het valt niet aan die gast. Dat moet ook niet, je staat niet in de tent dan. Ik kom op, ik vond het rap wel een ding. Maar goed. Maar dit was niet echt normaal eigenlijk dit. Want je kon niet. Ja, dat bedoel ik dat je niet normaal kon kiezen, bedoel ik daarmee mee, zeg maar. Ja, weet ik nog steeds niet waar dat zit, normaal. Maar dit was dit gewoon dus echt.
Ook veel te veel. Zo. We zijn er veel. Ja, dat is dan misschien. Maar doe gewoon even een story. Wacht. Ik heb al iets van de story gedaan. Ja, bij mij heb ik dit al een keer laten zien op de Battlegrounds, maar ik kan me dat het wel niet herinneren. In ieder geval niet dat Pop zo customizable was. Nee. Ik zie nergens terug. Add a part. Ja. Ik heb nog een beetje tijd voor de story mode aan, dan ga ik deze dan wel doen. Dat is het laatste. Ja, voor mij kreeg ik dan één karakter, dacht ik, maar ik weet niet welke het ook alweer was. Ah, dat was deze, ja. Ja, er staat nu mijn PlayStation dan, maar er staat niet... Oh, Bolo Reynolds. Ik zal het sowieso verkeerd uitspreken, sorry hoor. Nee, dat ik hier wel een video van had, maar blijkt me dus niet. Maar dit is dit nou in ieder geval. Ja, zoals ik al zei, ik ga niet heel de story doen, maar geen potjes wel goed om te doen. En het zal misschien wel beter zijn als de NPC van toen net. Want dan leef ik heel dan op de grond en ik kan ook heel lang aanvallen. Daar is niet tegenstander eigenlijk. From Kansas City, weighing at 285 pounds, Baron Corbin. Eigenlijk wel een tekst van namen bij Moze, het zijn mooie beschrijft. I think he's about to finish this thing. Going for the cover. Two. They made sure that they have all of them. Ik kan daar niet aanvallen, dus dat pakt hem alweer wel. Dominating! Oh wow, going for the cover! And two! Going for the pin! Nee, niet op uit. Garners the victory! Ja, die andere gaf natuurlijk nog.
Ja, daar heb je nou van de coins en dan kun je die dan uitgeven voor die verschillende karakters. Ik wel zeggen, ik heb wel hoeveel XP opeens. Ik vind het alleen echt zo jammer dat je bij de laden geen muziek hebt. Kijk, dan hebben we hier zo die volgende dan. Hij ga ik niet doen, maar in ieder geval de kun dus. En ja, dit was voor de Battlegrounds. Wel leuk voor alle character creation. En wat hebben we hier nog? Ah ja, met de grote... Ja, met zeg maar hun als... ja, hoe zeg ik dit nou? Als... als echte vectors, zeg maar. Want hier zijn ze natuurlijk wel kleiner. En wel vriendelijker. En daar zien ze eruit. En daar zijn ze wel gewoon normaal, zeg maar. Die andere team die toen net liet zien. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zie die van wel. En ja, vooral de character creation. Ik wist niet dat ze zo ver zouden gaan. Go all the way. Ja, voor de rest vergeet natuurlijk niet om te liken en te abonneren.